Goedemiddag. Ik sta bij een nieuwe auto. We leggen hem altijd even uit door een filmpje. Dus dat ga ik voor u ook even doen. In de deur heeft u hier de knoppen zitten voor de ramen. Links voor, rechts voor. Met deze kunt u de spiegels bedienen. En zo de rechterspiegel. Zo staat hij in het midden neutraal. Ik ga even in de auto zitten. Ik ga hem even starten. Een mondje. Ventilatie wat zachter. Even kijken. Achter het stuur heeft u hier de verlichting op de autostand staan. Dan zou ik hem lekker op laten staan. Dan gaat hij automatisch aan wanneer u een tunnel inrijdt of wanneer het donker wordt. En als je hem handmatig aan wil zetten, kan het op deze manier. Maar wanneer je dan de auto verlaat, moet je hem ook weer uitzetten. De achter het stuur aan de rechterkant volume, plus en min. Deze voor de mute knop, de middelste. Dan heb je hier de ruitenwisser. Draaien is aan de achterkant. En naar beneden is aan de voorkant. Naar je toe is sproeien aan de voorkant. Dan hebben we op het stuur hebben we hier de cruise control. Geeft hij op deze manier ook aan. Zie ook een groen lampje gaan branden. Wanneer de gewenste snelheid rijdt, kan je met set kan je hem vastzetten. Dan je gas loslaten met plus en min harder zachter rijden. Deze is om alles te vergeten van de cruise control. En dan heb je hier nog je snelheidsbegrenzer. Dat geeft hij ook weer hier aan. Dat werkt op hetzelfde manier als de cruise control. Dus even kijken. Hiermee kan je door je menu heen scrollen achter het scherm. En met de pijltjes ook precies hetzelfde. Kan je ook door het menu heen om je dagteller bijvoorbeeld op 0 te zetten enzovoort. Spraakbediening, wanneer de telefoon gekoppeld is via Bluetooth, kunt u met deze spraakbediening gebruiken. Bijvoorbeeld de naam van de contactpersoon inspreken die u zou willen bellen. En dan op die manier telefonisch contact opnemen. Ventilatie, harder. Zo, om de gewenste temperatuur in te stellen. Hier om te bepalen waar die blaast. Airco, circulatie in de auto. En deze voor je vooruit, achteruit. Dan gaat hij ook gelijk harder, dus het zit allemaal met elkaar verbonden. Deze voor de deuren af te sluiten. Gevarenlichten. Dan heeft hij hier de knop zitten voor het start-stop systeem. Geeft hij hier ook weer aan. En als u de auto start, staat hij altijd actief. Op het moment dat hij hier brandt zo, dan is hij uitgeschakeld. Dus dan slaat hij niet af bij het stoplicht als je hem in zijn neutraal zet. Hier heb je nog een eco-stand. Die zie je ook weer hier terug. Wanneer je wat zuiniger wil rijden, kan je die gebruiken. Dan zal je ongeveer een halve liter op de 100 kilometer besparen. Dus het is niet heel veel, maar het zit er wel op. Radio. Nou, je kan hier de gewenste zender vinden. Bij voorkeuzes kan je bijvoorbeeld hier ingedrukt houden. Dan staat 538 voorgeprogrammeerd. Nou, dan kan je hier de volgende inzoeken. Nou, ik kijk even naar een zender die een beetje bekend is. Hofstad Radio. Dan kan je op deze manier kan je hem zo vastzetten. En voorgeprogrammeren helemaal naar eigen wens. En dan heb je ook nog een pagina 2 eventueel. En zo kan je ook overschrijven. Media, wanneer de telefoon gekoppeld is met Bluetooth, kunt u via media eventueel Spotify afluisteren van de telefoon. Belgegevens natuurlijk via de telefoon. Voertuig. Dan heb je actieve remmen, dode hoek. Dan kan je verschillende dingen aan en uitzetten, alles staat aan. Even kijken, navigatie, akkoord, menu. En dan kan je hier routeinstellingen, route maken enzovoort. En dan op start drukken. Dan kan je daar automatisch gebruik van maken. Smartphone integratie. Ik denk niet dat je het heel veel zal gebruiken, maar dat kan wel. In het dashboardkastje liggen netjes de boekjes van de auto. Dus mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten.
Ik wens je alvast heel veel veilige kilometers met de nieuwe auto. Tot straks.